Elke week ga ik langs bij een organisatie die steun ontvangt van alle spelers van de Nationale Loterij. Hallo. Vandaag ga ik op bezoek bij Sobo. Dat is een heel wagenpark. Nee, dat is een fietspark. Een fietspark. En hoeveel hebben jullie er? We hebben in totaal 28 elektrische fietsen. En dat is van Sobo? Ja, wij stellen mensen te werken die een verminderde kans hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Ah ja, jullie doen schoonmaken en ook dus nog... We hebben een inpakafdeling. We doen ook catering, schilderwerken, kleine renovatiewerken. En dan hebben we ook een sociaal restaurant in de binnenstad van Brugge. Oké. Okay. Dat is dus een enorme hulp, die fietsen. Ja, dat klopt. Eigenlijk gaan we ervan uit, binnen Sobo, het basisvervoersmiddel is een fiets. Dat is een investering die we gelukkig hebben kunnen doen met hulp van de spelers van de Nationale Loterij. Ideaal. Merkte jij een positieve invloed van die fietsen? Ja, je merkt toch wel dat mensen door met de fiets te rijden, zelfstandig ergens naartoe te gaan, op andere gebieden in het leven een beetje groei gekend hebben. Dat ze er als persoon ook sterker uitkomen. Ja, absoluut. Hallo, zeg jij Marie-Jeanne? Ja. Wij gaan poetsen in de Sint-Jacobskerk. In een kerk? Ja. Dus het stof afdoen. Ja. En heel voorzichtig zijn. Fragile stukjes. Toestanden. Ja. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. En is dat leuk met die fiets gaan werken? Ja, we zijn een half uurtje eerder of dat we anders met de auto gaan. De kasseitjes moeten erbij nemen. Ja, dat is Brugge. Dat is Brugge. Hoe kuisten nu een kerk? Moeten wij hier alles afstoffen? Nee, alle vlakke delen. Alle vlakke delen. Ja. En hoeveel stoelen zijn er, Marie-Jeanne? Normaal gezien zijn er hier een stuk of 500 stoelen. 500? Ja. Maar het is een leuk werkje. De meeste mensen zijn allemaal zo gejaagd en dingen. Ja. Maar ik kom zen in een kerk. Soms is er dan ook nog muziek in de kerk. Mm-hmm. Dat is ook nog een keer rustgevend. En is er ooit zoal eens iets afgebroken, Marie-Jeanne? Persoonlijk nog niet. Jij nog dus we zijn heel voorzichtig. En als we iets afbreken, zijn we ook verzekerd met werk. Ja. Oei, we hebben niet voor. Er zijn al stukjes daar losgekomen. Met een beetje lijm kunnen ze dat wel maken. Ja, met gewoon lijm kunnen dat er weer opkleven. Ja, maar dat is niet erg. We gaan dat niet verzwijgen of zo. Nee. Is dat eigenlijk uw eerste accidentje? Dat is eigenlijk mijn eerste accidentje dat ik eigenlijk voor heb. Maar... Wij zijn erbij, meisje. Ja. Dat wil nu toch wel lukken. Ja. Zeg, en nu moeten we nog stofzuigen? Ja. Kom, we gaan hem halen. Ja.